Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe Ensemble video. Ik ben hier met Tess, ik ben Alex. En we gaan weer een nieuwe alles bestellen bij video opnemen. We hebben dit keer alles besteld bij KFC. Nou, we gaan gewoon alles openmaken. We gaan openmaken. De chicha. Chicha. Het is echt kip. Ik dacht dat het de pizza was met kip. Oh, het is kip. Het is een chicha. Het is echt een chicha. Fred. Ja, zeg maar. Ik weet wat ik wil. Tess weet dus niet hoe je rap uitspreekt. Dit, zeg maar, dit wat hierin zit is een rap, maar Tess noemt het een frep. Frep. Hebben we dit cadeau gekregen? Nee. Of heb je dit besteld? Dat heb ik besteld. Oeh, fucky. Nou, ik zeg altijd fucky en kutty en zo. Dat is heel raar. Oké. Pititja. Ja. Pititja. Oh, oh, kijk, wat vet! Oeh. Oh, huh? Het heeft wel stukjes. Oh, wel lekker. Ja, het is kip. Het is meer pittig. Pepperoni zit erop. Ik vind het vooral lastig eten. Nu ik aan het eten ben, besef ik wel opeens dat ik het altijd heel vervelend vind om mezelf te zien eten. Ik eet heel lelijk. Ik ook. Je hebt van die echte lelijke eters, dat ben ik. Ik werkte op een gegeven moment bij een supermarkt toen ik jonger was. Ik was er op een gegeven moment aan het eten. Toen zei iemand, ha, kijk hoe Alex eet. Ik was echt 16 of zo. En je was normaal aan het eten. Ik was gewoon normaal aan het eten. Ik was gewoon mijn ding aan het doen. Ha, kijk hoe Alex eet. Nou, echt niet dat je dan nog je lunch op gaat eten. Oh. Wil jij een burger proeven? Ja. Hey, dit is de Tower. Singer Tower. Oh, die wilde ik ook wel. Ik heb de Bosburger. Maar je mag ook deze hoor, als je deze wil. Ja, maar straks gaan we rijden. Oké. Okay. Oh, hoe vies zijn we eigenlijk van elkaar? Niet. Oké. Okay. Zou het nou ook allemaal anders gekruid zijn? Ik denk dat echt vies tegenvalt. Ik mis wat sausjes, die gaan er allemaal vanaf. Wat heb jij dan? Ik denk dat ik de Bos heb. Ik heb Zinger. Ja, ik heb ook Zinger. Wat ik hiervan vind, de burger die nog anoniem is, er zit heel veel op. Alleen ik krijg niet allemaal in één keer soort van, want alles zit apart. Ja, je krijgt niet alles in je mond, hè, tegelijk. Nee, maar sorry, het lijkt echt alsof we precies dezelfde burger hebben. Maar dan zit dit bij mij onder en Maar ik heb geen witte saus. Je hebt een... Ik heb wel een witte saus. We hebben dezelfde burger. We hebben dezelfde burger. Oké, ik ga nog één hap nemen. Oké, ja, ik moet dat niet doen. Ik wil wel, maar ik moet het echt doen. Ik ga het wel doen. Oh, we hebben al die sausjes nog, hè? Moeten we niet vergeten. Leuk, gaan we nu doen, ja? Dit zijn filet bites. Hier, we hebben mayonaise. We hadden een hele lekkere... Garlic buttermilk mayo. Dat lijkt me nou fucking lekker. Ik heb chili ook. Barbecue saus. Zullen we allebei de buttermilk garlic mayo doen met filet bites? Oh ja, is goed. Niet met... Ja, doe maar eerst met een patatje. Oh, kakkie. Okay. Nou, doe ik het weer. Nog meer. Waarom hebben we zoveel patat? Ik denk dat er iets bij is. Nee. Zo werkt niks in het leven, Alex. Oké, gaat hij dan? Oké, ten eerste, deze patat is fucking karton. Het smaakt nergens naar. Nee, er zit ook geen saus. Maar er zit ook geen aardappel in mijn patat. Toevallig hoorde ik vanochtend op het nieuws dat aardappels heel schaars zijn. De oogsten zijn niet goed gelukt. Is dat zo? Misschien hebben ze gewoon alleen gepaneerd. Vind je van die butter... Lekker. Ja, ik vind het ook wel lekker. Ik hoor maar. Nou, het is een beetje... Ik had het anders verwacht. Je had het spectaculairder verwacht omdat er zo... Het is niet alleen garlic mayo, het is garlic buttermilk mayo. Ja, misschien is dat het. Ik word hier niet heel warm van. Ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker. Gewoon een kipstukje. Ja, maar kom op, deze KFC. Als ik het heb over KFC, heb ik het niet over dit. Oh, we gaan dit doen. Is dit niet hetzelfde? Nee, dit is een crispy... Ja, dan weet ik echt alles. Die crispies. Nee, dit is weer crispy extreme thuis. Wij snappen elkaar. Ik wil die sticky sweet chili saus. Ik denk dat wij wel van dezelfde saus houden. Nou, mensen verklaren me dus altijd voor gek, maar ik neem meestal barbecue saus bij mijn kip. Oké, nee, laat maar. Ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker. Als je nou, je hebt toch ook van die video's van mensen die dan ineens een kuiken in hun bucket vinden. Of een kuiken of een poot of zo. Oké, dat zou wel te ver voor me gaan, want ja, ik ben toch? Wel echt een dierenliefhebber. Ja, ook. Dus, je bestaat nu voor 80% uit kip. Oh my god, ik ben gewoon rood. We gaan een frap eten. Ik denk dat dit gewoon een hele grote, het is heel groot. Kijk, het ziet er heel gek uit. Wat is de bedoeling hiervan? Oh. Nou, neem jij eerst maar een hap. Geef ik haar tegen. Neem ik de kip. Dat is echt niet handig. Oké.
Doe nou eens even je tanden door me heen. Ondertussen. Dit is lekker. Ja, lekker? Ja. Ik ga dit deel van... Pas je op, want misschien zit daar een bot in. Ja, er zit ook bot in. Heb je nog nooit... Ik heb alleen kipfilet. Nee, maar hoe weet je dan waar dat bot zit? Ja, dan ga je gewoon een beetje zo doen en dan... Oh, lekker. Ja, okay. En jij elke dag vlees? Nee. Ik snap dat het nu overkomt alsof ik dat wel doe. Maar ik eet eigenlijk alleen kip. Wauw. Ik hou niet. Oh, ja? Ik kan maar niet blij maken met een biefstukje. Thuis eet ik 9 van de 10 keer vegetarisch. Ik wil hier nog wel eens kipfilet eten op kantoor of zo. Maar als ik uit eten ga, dan vind ik een biefstukje wel echt lekker. Daar kan ik echt van genieten. Oeh, dat klinkt heel crunchy. Ja. Lopke, heb jij geen honger? Wil jij niet mag iets eten? Pakken? Kom maar eens pakken. Nee, ja, ik hou niet zo van KFC. What you say? Zal ik patat en sla? Koekje, wil je koekje? Ja, koekje. Ja, ja, kom maar. Ja, dat dacht ik maar als jullie gaan eten. Ik denk nog ook een half minuut. Je hoeft niet dat hele koekje meteen te eten. Ik weet niet wat je naar denkt, Herbert. Nou, doei. Dat was Lopke, een stagiair. Hele leuke meid, meestal. Dit zijn de originele kipstukken. Zo heten ze. Maar ik vind dit heel lekker. Hier, je moet deze nog even eten. Deze is echt lekker. Wil je niet naar kijken? Oh, ja, sorry. Mogen wel 40.000 mensen naar je kijken, maar één iemand die naast je zit? Nee hoor, hoe stel je voor? Lekker, alleen ik heb een hele hap saus. Oh, maar die saus is lekker toch? Mm-hmm. Ik ga een... Welke heb jij? De Bos, dit is de Bos. De Bosburger. Mag ik dan de andere burger? Deze is €2,30 volgens mij. En dit is de... ik weet echt alles. Ik ben echt onder de indruk. Jij kent dat hele menu uit je hoofd. Nou, ik moet zeggen... Nee, dat klinkt arrogant. Laat maar. Ik heb het gevoel dat ik een hele lichte vorm heb van een fotograafje geheugen. Ja? Ja, ik heb gewoon vaak als ik iets zie... dat ik... Ik heb het niet helemaal, nee, maar... want het gebeurt ook niet altijd. Waar baseer je dit op? Als ik ergens rij, hoef ik nooit meer nog een keer navigatie te doen. Want ik weet het nog een keer. Ja, weer. Dat heb ik vaak ook wel. Niet dat ik ooit rij, want ik heb geen rijbewijs. Maar misschien wel. Heb je ook. Ik moet zeggen, dit broodje is het goedkoopste en hij is ook wel het simpelste. Want er zitten gewoon twee van die strips op die we al hebben gegeten en sausla. Maar broodje vind ik wel lekker stevig. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Is lekker. Ik heb nog echt niet echt saus gevonden. Goed. Laat ik eens even de salade proberen. Ziet er best wel interessant uit. Er zitten croutons in. Hoe? Een filetbijt. Croutons? Croutons? Croutons. Croutons. Ik wil zeggen, ik heb wel fotografisch geheugen, maar spraakgebrek... Ja, dat ook. Dat heb ik ook. Filetbijt. Er zitten filetbijt in die we net hiervan ook hebben gegeten. Is het de bedoeling dat we dit hierin doen? Of is het oh, extra? Nee. Oh. Je hebt een dressing om erin te doen. Maar ik moet zeggen, die burger, lekker als ik geen geld heb, zoals altijd, zou ik deze gewoon kopen. Want dan heb je wel gewoon krokante kip met een sausje. Maar het is wel betaalbaar. Dit zijn echt mijn favorieten. Dit is toch waar het om bekend staat? Mm-hmm. Dit is waarom ik naar de KFC ga. Hoe is die? Ja, zo lekker. Ja, salade. Kun je ervan zeggen. Groen. Pittig. Pittig. Die zijn pittig. Hot wings. Hot. Oh. Niet omdat ze warm zijn. Wie dacht ooit dat hot wings hot heette omdat ze warm waren? Ja, doe maar zo'n ding. Oh, we hebben nog een wrap. Goed, dat hebben we gegeten. Oh, dat is ook lekker. Tess. Wat? Je hebt vork. Je hebt vork. De zakken moet je proeven. Wat is je favoriet? Wat je tot nu toe hebt gegeten? Hot wings. Dat straks wil ik ook nog meer. Ik ben al zenuwachtig dat die anderen nu straks hier naartoe komen. Want ik wil die zakken. En dat het dan op is. Bij mezelf houden even. Dan stop je die toch onder tafel. Mm-hmm. Ik vind deze burger, die Bosburger, vind ik super lekker. En ik vond die Boxmaster. Boxmaster. Deze is echt goed. Die Dit zou ik oprecht bestellen. We hebben nog heel veel patat. Oh, kakkie. Oh. Ja, en zout moet je eigenlijk hebben. Zout? Zout op je... Wil je zout voor me pakken daar? Zeg je ook zout? Waarom, wat zeg ik anders? Heel veel mensen zeggen dat ik de Z verkeerd uitspreek. Ja, omdat jij uit Amsterdam komt. Ik zet gewoon zout Nee, door. Omdat ik gewoon de Z verkeerd uitspreek. Ik zeg zout. Gewoon zout. Ik zeg zon en ik zeg zout. Zei ik zout? Ja, je zegt ja, ik zout. Zeg zout. Ik hoorde jou zelf dat ik zout zei. Ja, vind je het lekker? Die boter klopt niet hoor voor mij. Hoezo? Hè? Je doet toch altijd boter op mijn maiskool? Nee, dat doe ik niet. Zal ik anders even nu mensen gaan halen om te vragen of ze iets willen eten? Is er nog een botsing? Mm-hmm. We zijn nog steeds aan het filmen, dus jullie mogen zeg maar om de tafel heen als je wil eten. Deze liggen ook allemaal aangefroten stukken. Ja, maar jullie moeten niet vies van ons zijn. Nee, dat is waar. Nou gaat het niet werken. Maar wat was het vieste of het lekkerst? Het lekkerst vonden wij Tessa's fan van de Hot Wings. Hot Wings is allerliefste. Ik heb je deze al geproefd. Kijk. Oh, jezus! Waar heb je Hot Wings? Ja, hier. Ja, wil je die lekker? Ja. Ik, ja. Ik moet zeggen, KFC, ik hou nog steeds heel veel van je. Ja. Ik zou niet alles bij je bestellen, maar ik kom voor altijd gewoon nog steeds terug. Ik vind het deze me echt wel goed bevallen. Ik vind het erg lekker. Lijkt het jullie leuk om ook zoiets te zien van Febo? Wat je bij Febo kan bestellen.
bedankt voor het kijken. Ik vond het gezellig. Ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden. Ja. En tot een volgende keer. Hey. Oh, wacht! Vergeet niet te liken en te subscriben en te commenten. Doei!